Het principe van spiegelen is als volgt. Als jij hetzelfde doet als ik, in je gebaren, in de manier waarop je kleedt, in de taalpatronen die je gebruikt, dan blijkt het te zijn dat ons contact verbetert. Weet jij wat de psychologische achtergrond daarvan is? Dat hoe meer wij op elkaar lijken, hoe beter ons contact wordt? Nee? Nou, mensen vinden het niet fijn om nagedaan te worden. Dus als het te bewust is, vinden ze het irritant. Wie vinden wij in dit leven over het algemeen het leukst? Onszelf. Onszelf. Dat zullen we niet zeggen, maar het is wel zo. Dus, diegene die heel veel op mij lijkt, dat moet ook wel een ontzettend leuke man of vrouw zijn. Ja? Dus hoe meer wij van onszelf herkennen in een ander, hoe aardiger wij die persoon vinden.